TikTok. De plek voor grappige filmpjes. Of om mee te doen aan challenges. En sinds een tijdje ook de plek voor TikTok live battles. Kom op jongens, knallen. 500 diamant, kom op, tik, tik, tik. Go it! Go! Peter! Nee, dat is niet normaal. Twee TikTok-accounts nemen het in die battles tegen elkaar op. Wie in 5 minuten tijd de meeste likes en zogenaamde gifts van kijkers scoort, wint. Ja, en die winst zie je als creator terug op je bankrekening. Want voor die cadeautjes betaal jij. Kan 1 cent zijn, maar ook tot wel 250 euro. Als je zeg maar onder druk wordt gezet door die livestreamers. Ervaar je heel veel druk van, oh, zou ik ook maar misschien iets doneren. Of schaaltschooien, bedelen, op een moderne manier. In deze video duiken we in de wereld achter TikTok battles. Want wie is de grote winnaar en wie is de verliezer? Je herkent het misschien wel. Je zit 's avonds op je telefoon een beetje doelloos door TikTok te scrollen. Het viel ons op dat de afgelopen weken bijna iedere avond Nederlandse TikTokkers soms wel 6 uur lang tegen elkaar battelen. Ze strijden om een plek in de wekelijkse ranglijst. Dat is een lijst met 99 TikTokkers die week de meeste punten hebben gehaald met likes en gifts. In TikTok kun je met geld munten kopen. En die munten die kun je inzetten voor cadeaus. En cadeaus hebben verschillende waarden. Zoals bijvoorbeeld deze roos, die is 1 coin waard. Ja, of deze boxhandschoen, die is bijna 300 waard. Ja, of een raket, 20.000 coins waard. Ja, en met al die dingen kun je je livestreamers supporten. En jullie zeiden tegen ons dat jullie vooral deze 2 TikTokkers volgen. Gigi en Turk. Let's go, sniper! Right now! En ladies and gentlemen! Kom op jongens, met z'n allen! Gigi! Lekker jongens! Ik mag je wel Turk noemen, hè? Want dat doet iedereen volgens mij. Ja, klopt. Hey, hoe ben je hiermee begonnen? Het was eigenlijk best wel toevallig. Ik was dus live. En toen werd ik dus die dag werd ik dus best wel veel gegift. Randomly. Door mensen die het gewoon gunden. Toen ineens stond er ineens top 3. En toen dacht ik van wow, dat is sick. Volgende dag ging ik weer live. En toen zag ik dat het iets wekelijks was. Nou ja, toen sprong ik erop. Om een zaterdagavond om 11:30 werd ik uit mijn bed gebeld. En toen werd er gezegd, ja, kom nu hierheen en we gaan live op TikTok. Ik zeg, nou ja, ben niet goed bij je hoofd, maar ik trek mijn kleren wel aan. We gaan live. Je kon niet meer op stap. Je kan geen drankjes meer ergens drinken. Je kon niet meer uit eten. En zo kwamen wij met zoveel kijkers ineens in contact met z'n allen. En daar hebben we eigenlijk iedere avond gebruik van gemaakt. Ja, en een feestje van gemaakt. Toen tijdens de lockdown in december, toen werd het echt battles. En toen sprong iedereen erop, verschillende mensen, verschillende teams. Ja, en zo was het eigenlijk begonnen. En verdienen jullie daar dan geld mee? Ja. En kunnen jullie ervan leven? Kan je ervan leven? Dat is een hele goede vraag. Even een cliffhangertje. Ja, want we moeten eerst even de regels doornemen. Giften mag namelijk helemaal niet zomaar. Als jij voor iemand een roosje, een leeuw of een universe wil kopen, moet je minstens 18 jaar zijn. Maar die regel, daar houdt lang niet iedereen zich aan. Wij kwamen erachter dat er honderden minderjarige jongeren zijn die toch giften. Ik had dus eerst mijn account gefraudeerd, dat ik dus zeg maar 18 plus ben. Het gaat allemaal uiteindelijk van mijn vaders bankrekening af. Ik denk wel dat ik er wel 20 euro of zo wel aan heb uitgegeven. Ja, het is dus gewoon een kwestie van je geboortedatum wijzigen en giften maar. En ja, bij de meeste jongeren is het ook best wel onschuldig. Ze geven maximaal een tientje uit aan giften. Maar sommige jongeren geven meer dan 500 euro uit. Ja, dat kan behoorlijk uit de hand lopen. Zo spraken we met de ouders van een meisje van 11 dat in 1 avond met de rekening van haar ouders 3.000 euro uitgaf. Onze dochter was zich bewust van de grote giften, maar had geen idee dat het om echt geld ging. Ze wordt erg veel gepest op school en kan moeilijk aansluiting vinden. Tijdens die battle werd door bekende mensen telkens haar naam genoemd. Dat gaf een gevoel van, ik hoor weer ergens bij. Best wel heftig dus. Maar ja, wat ik me dan meteen afvraag is, waarom zou je eigenlijk giften? Het is niet alsof je er iets voor terugkrijgt in de vorm van een prijs of zo. Dus ja, waarom zou je er geld aan uitgeven? Het is eigenlijk meer dat je zeg maar onder druk wordt gezet door die livestreamers. Haar de muziek aanzetten en dan heel druk worden. Of ze gaan in 1 kilo schreeuwen, heel wild doen. En dan, nou ja, dan ervaar je heel veel druk van, oh, zou ik ook maar misschien iets doneren. En toen zei die ook van, als je een gift boven de 100 puntjes stuurt, ga ik je promoten. Dus ik deed dat, maar hij heeft me nooit gepromoot. En dan denk je gelijk van, goh, ik krijg zometeen echt duizenden, miljoenen volgers erbij. Maar dan is het uiteindelijk misschien maar 1 volger of zo.
achteraf denk je van, ja, wat heb ik hier eigenlijk, ja, wat heb ik met mijn geld gedaan? Het giften is volgens jullie dus leuk omdat je naam wordt genoemd en je daardoor misschien wel meer volgers krijgt, maar ook vanwege het community gevoel. Het is een manier om je favoriete creator te kunnen supporten. We moeten ook even over geld hebben, want heel veel van onze volgers vroegen zich af, nou, kun je daar nou eigenlijk van leven? Hoeveel verdienen jullie precies? Over verdiensten? Ik denk niet dat, dat ik dat zeg maar ga vrijgeven van ik verdien zoveel. Maar kun je er bijvoorbeeld de huur van betalen? Nou, ik er niet. Nee. Ik niet, jij? Nee. Okay. Als je op 1 staat met bijvoorbeeld 1000 punten of je staat met 1 miljoen punten, dat is natuurlijk gewoon een groot verschil. Maar het is inderdaad niet dat, laten we zeggen, dat je huur kan van betalen op een structurele factor. Wat er op mijn rekening staat, ik zou het eerlijk gezegd nog steeds echt niet weten. Ik kan die vraag 100 keer krijgen. Ja. Ik kan die vraag 1000 keer krijgen. Ja. We krijgen hem echt 100 keer per avond in de chat. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ze wilden of konden ons dus niet vertellen hoeveel ze verdienen aan die battles. Wat we wel van iedereen hoorden die we spraken, TikTok houdt zeker 70% van alle inkomsten. Vroegen we ook aan TikTok, maar die wilden daar niet op reageren. Nee, maar ja, wat je dan als creator uiteindelijk overhoudt, dat hebben we toch proberen uit te rekenen met de informatie die we online konden vinden. En daarmee kwam ik op de volgende berekening. Want ik zag dat jullie nu staan jullie op 662k, of tenminste net voordat ik hier binnen kwam lopen. Ja. Ja. En als je dat dan om zou rekenen volgens de berekening die ik heb gezien, dan zou je daar zo'n $8000 of zo over, €8000 over. Nee. 8000? Was dat maar in de duizenden. Nee. Was dat maar sorry. Zo. Nee. Dat staat niet op mijn en rekening. En dat is dus wat heel Nederland denkt. En daar gaat iedereen dus de mist in. Wat er bij er ons binnenkomt. Er komt heel veel in, maar er gaat echt mega veel uit. Overdag, 's nachts, vooral door het tijdverschil van het buitenland. Daar giften wij zoveel. We doen ook iedere zondag om 11 uur 's avonds een giveaway. Weekend, Disney, ja. Hebben we nu weggegeven, een iPad, een elektrische step. Ik zou bijna eerder zeggen, er gaat meer uit dan dat er in komt. En niet te vergeten dat TikTok 70% in. Dus ja. Die zijn de grootste winnaars in heel dit verhaal. Ja. We hebben het tot nu toe vooral gehad over de grote winnaars van het hele battle-verhaal. Want ja, het is leuk om te giften en het is natuurlijk vooral leuk om ze te ontvangen. Maar ja, aan de andere kant zorgt dit... Let's go, dames en heren. Blijven tikken. Maar we zijn er nog niet, dames en heren. Bianca Liefde Tone! Voor een hoop druk om te giften bij vooral jonge gebruikers. En dat is precies waar influencers, TikTok-gebruikers en deskundigen kritiek op hebben. Ze zijn bang dat jongeren avond na avond kleine bedragen uitgeven, zonder dat ze beseffen hoeveel het in totaal is. Een van die kritische TikTokkers is Remy. Hij battelde eerst zelf ook, maar is daarmee gestopt toen hij erachter kwam dat hij gifts kreeg van minderjarigen. Omdat ik dacht, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben letterlijk naar een camera aan het schreeuwen voor geld. Dat is letterlijk wat ik deed. Van gooi die bommen en denk je, maar dan ben ik toch eigenlijk geld aan het schooien. Zoals een 14-jarig jongetje om 3:30 s'nachts €230 aan mij heeft uitgegeven. Toen dacht ik, oh shit, hier moet ik mee stoppen. Ze zijn nog jong, ze weten misschien niet wat het inhoudt, wat de waarde van geld is. Ik denk dat de grootste verantwoordelijkheid bij TikTok ligt, maar ook bij de gebruiker die het doet. Zij zijn wel de mensen die het zeg maar pushen om te doneren. Zeg maar, die vragen letterlijk geld aan mensen. Als geld schooien, bedelen, op een moderne manier. Zo zie ik dat. Dat is niet werken. Dit is er ineens ingestroomd door een paar haters eigenlijk. Die zeiden, jullie ontvangen gifts van kinderen. Eigenlijk waren we er zelf helemaal niet mee bezig, totdat ons bij ons het lamp ging branden van, oeh, hier moeten we echt aandacht aan geven, want dit kan niet. Aangezien er dus ook mensen uit de ranglijst het echt accepteren dat het van kinderen is. Want wat doen jullie er dan aan om ervoor te zorgen dat jullie geen geld krijgen van kinderen? Want die zitten er natuurlijk wel. Ja, wij doen onder minuut in de chat zeggen dat het echt niet mag. 18 plus, wees bewust, onder de 18 niet giften, anders blokkeren wij je. Dat laten wij doen door minderjarige kinderen, zodat hun daar ook bij horen. Waarom? Omdat wij gewoon echt niet willen dat kinderen ons geld geven, want dat willen wij gewoon niet. Letten er altijd op, al vanaf het begin, dat giften onder de 18 natuurlijk gewoon not done is. Goed blijven controleren, zijn het kinderen, moderators zijn er bewust van, zie ik het zelf ook, dan gaan we meteen actie ondernemen. Maar ik zeg dan wel, ik heb nog nooit één DM van een ouder of van het kind gehad van, yo, ik heb je een gift gestuurd en het was per ongeluk of mag ik het geld terug? Zou je dat doen als ze het zouden vragen? Natuurlijk, meteen. Oké.
Turk en Team Gigi zeggen dus dat ze willen voorkomen dat minderjarigen giften. Ze benoemen het in hun live en zij en hun moderators proberen dus te checken of iemand oud genoeg is. Ja, maar ja, kun je dat eigenlijk wel controleren? Tijd voor een experiment. Maxime kwam bij mij langs om de hele avond TikTok battles te kijken. Oké, vangen. Oeh. Oh. Laten we het zo doen. Ik check de live. Ja. En dan geef ik jou alle namen door, als ik mijn telefoon kan vinden, van de grote donateurs. Ja, dat is goed. Dan ga je kijken of je iets kan checken over de leeftijd in hun bio, naam of profielfoto of zo. Ja. Panda, een spiegel. Spiegel. Oh, het gaat echt heel snel. Ja, zo'n vingerhart. Ja, ik denk hier of 16. Ja, verder geen TikTok-foto's, geen bio. Hier zie je weer TikTok dat ze met heel veel vriendinnen staat. En hier ziet ze er echt 14 uit of zo, 15. Dit is iemand die 85 in naam. Ik denk dat deze persoon, ja, die komt sowieso ook wel uit 85, toch? Ja. 153 roosjes. Deze persoon heeft een Fortnite-foto. En ik denk dat je meestal als je ja, cartoons of foto's van Fortnite of zo als profiel hebt, dan ja, zou ik inschatten. Zijn meestal wel ja, met wat jonger. Oh, hij blokt hem al. Hij zegt hij is 11. Ik zie het al, hij is 11. Oh ja, hij staat in zijn bio, staat dus 11. En maar had wel gegift, toch? Hij had wel gegift. Ja. Oké, we hebben nu echt, wat is het, 4 uur aan lives gekeken? Ja. Het is wel goed, toch? Het is echt wel goed zo. Ja, want we hebben echt motoren, panda's, leeuwen. Oké, dus conclusie. Je kan op basis van een profielfoto, een bio, TikToks wel een beetje een schatting maken hoe oud iemand is. Ja. Maar ja, echt zeker weten doe je het gewoon niet. Dus nee. Echt, nee, je hebt niet iemand idee voor je neus, dus dat kan je gewoon niet controleren. Nee. Met heel veel moeite kun je als creator dus een soort leeftijdsschatting doen, maar echt zeker weten doe je niet. En de druk ligt ook heel erg hoog om het goed te doen, zeggen bettelaars tegen ons. Ja, want er worden een hoop beschuldigingen heen en weer gegooid in deze scene. Dat mensen lekker geld verdienen van kinderen, dat ze hypocriet zijn en dat ze zich opeens goed voordoen nu wij er als media aandacht aan besteden. Hiervoor, voordat jullie ermee bezig gingen, toen deden ze dat niet. Toen was het van gewoon lekker giften. En nu jullie hier mee bezig zijn geweest, hebben ze nu echt moderators die het kinderen blokkeren uit de livestream. En daarachter komen. Dat was eerst niet? Dat was eerst nog niet. Nee. Hebben jullie het idee dat andere bettelaars dit ook doen? Nee. Nee. Die doen zo. Die doen alsof ze ermee bezig zijn. Die maar, zeggen onder, die, ja, in hun hoofd is het onder de 18 niet giften. Maar zodra iemand toch dat ene roosje stuurt, dan is het nou dankjewel. Dat is echt iets, we worden daar heel vaak mee geassocieerd. Ja. En dat is iets waar we gewoon verreweg van weg willen blijven. Wij doen het goed in de ranglijst. En dan ontstaat er ineens een filmpje waarin ik een 13-jarige zou hebben uitgelegd hoe die zou moeten giften. Nou ja, dat is lachwekkend, belachelijk vind ik. Maar het gaat wel viraal en dat is echt verrot. Ja, want ik zag dat screenshot ook voorbij komen. Hè, van, nou, je kan toch je ouders, de gegevens jatten van je ouders, zeg maar. Dus jij zegt dat is fake. Zeker fake. De enige die we nog niet hebben gehoord in dit verhaal is TikTok zelf. Eigenlijk de enige die de minderjarigen kan beschermen. Maar contact met ze krijgen was echt moeilijk. We hebben gemaild, nog een keer gemaild, gebeld. Het bedrijf stond er inderdaad niet om te springen om ons te spreken. Laat staan dat ze een officiële reactie wilden geven. Ze verwijzen ons naar de regels waarin staat dat minderjarigen niet mogen giften. En dat als je je als gebruiker gepusht of onveilig voelt, of als je ziet dat minderjarigen giften, dat je dat dan zelf moet rapporteren bij TikTok. En zij zeggen dat ze dan naar die melding gaan kijken. Ja, maar daar komt TikTok niet zomaar mee weg. Dat zegt een belangrijke Nederlandse organisatie die zich inzet voor jouw rechten. Zij zeggen TikTok is verantwoordelijk en moet jongeren beter beschermen. Ja, bijvoorbeeld door bij elke gift die jij geeft te laten zien hoeveel euro die precies kost. Verantwoordelijkheid ligt bij TikTok. Ja, echt. Doe daar een ID-controle op, net als bij je DigiD. Laat je ID scannen. En ik vind het niet eerlijk dat wij erop aangekeken worden. Geld inleggen onder je 18 op TikTok, dat gebeurt dus gewoon. Creators leggen die verantwoordelijkheid bij TikTok en TikTok legt die verantwoordelijkheid bij jullie. Volgens experts komt TikTok daar te makkelijk mee weg als winnaar. Ja. Heb jij nou een goed idee voor een nieuwe video? Drop die dan in de reacties. Nee, niet hier. Verder naar beneden. En stuur ons al je likes, rozen, motoren, leeuwen, zonnebrillen. Dat is gewoon gratis hier. En vergeet je niet te abonneren en even op dat belletje te drukken als je geen video van ons wil missen. Doeg! Doei!